Ja, vrienden, was een heftige discussie. Een paar dagen geleden tussen die Johan Derksen en die Angela de Jong in het VI. Ja, en het ging dan over Ton de Mol en Reinoud Oerlemans. En die Derksen, ja, die neemt het altijd op voor de Mol. Ja, want weet ik veel, die is voorzitter van zijn fanclub. Maar ik niet, dat weten jullie. Ja, ik heb een hele rare verhouding met die de Mol. En ik heb niks van hem nodig, want dat zijn jullie dan altijd. Ja, Arie, jij hebt zeker wat van hem nodig. Nou, totaal niet, alsjeblieft niet. Nee, het tegendeel zelfs. Maar vrienden, ik word nu toch weer, ja, tegen mijn zin in, gedwongen het op te nemen voor John de Mol. En dat komt allemaal door die vervelende Oerlemans. Ja, want die Oerlemans, ja, die zei dus, die had het over John de Mol, dat die kwam dus met dat knikkerprogramma, weet je wel, dat rare programma met die knikkertjes. Nou, en toen dacht Oerlemans, oh, dat kan ik in Amerika wel wegzetten en misschien kan dat samen met de Mol. Dus die ging hem daarover bellen. Maar die zag op YouTube en weet ik veel, dat programma een beetje gejat was natuurlijk. Ja, maar die gasten doen niet anders. De Mol en hij zelf ook. Dus ja, als de WK onbetrouwbaar wordt gehouden, ja, dan haakt iedereen af als Oerlemans en de Mol meedoen. Dus, daar hoeven we het niet over te hebben. Nee, maar goed, hij kwam er dus achter dat het programma gepikt was. En toen belde hij de Mol weer op en toen zei hij van, nou, hier heb ik geen zin in, want dit is niet mijn manier van ondernemen. Zij, Oerlemans. Nou, vrienden, dan heb ik even een verhaaltje voor jullie over Oerlemans. Weet ik veel, een jaartje of 12 geleden, toen werd ik ineens gebeld door iWorks, door een of andere eindredacteur, of Reinoud Oerlemans bij mij mocht langskomen. Want zij maakte een programma met een top 10 van de leukste TV-duo's die er ooit waren geweest. En daar stonden wij dan in. En of hij even langs mocht komen. Onze Arnie, bijgenaamd Oerlemans. Reinoud. Nou, en wat gebeurt? Die komt inderdaad bij mij langs. Want ik vond dat, nou, ik dacht van, nou ja, waarom niet? Doe ik daar niet aan mee? En babbel. En klaar was Kees. Nou, maar wat blijkt? Het was helemaal geen top 10. Nee, van de leukste programma's of leukste duo's op tv. Nee, het ging over een top 10. Zoiets van duo's die uit elkaar waren gegaan. Dus die was daar binnengekomen bij mij. Die Oerlemans, ja. Die houdt zogenaamd van keurig ondernemen. Die was binnengekomen onder valse voorwendsels. Oerlemans, ja. En ik werd me daar een potje boos. En ik werd me daar kwaad, want er werden natuurlijk alleen maar quotejes uitgehaald. Die gingen over eventueel met de breuken, met Spaan, enzovoort. Jullie kunnen je dat wel voorstellen. En ik was kwaad. En later, ja, toen werd ik nog eens een keer gebeld door iWorks. En toen, of ik mee wilde doen aan een of ander lullig programmaatje. En toen zei ik, laat eerst die directeur van jullie maar eens een grote excuusmail sturen. Ja, die Oerlemans. En dan zal ik er eens over nadenken. Nou, die mail heb ik nooit gezien en nooit gekregen. Nee, natuurlijk niet. En hij, die Oerlemans, die heeft dus praatjes over John de Mol. Hey, Oerlemans. In Amsterdam zeggen we dan altijd, hey man, kijk even naar jezelf.